Yes, lieve luisteraars, welkom bij Klasse, de podcast. De podcast over onderwijs en alles wat hierbij komt kijken. Tegenover mij zit Marvin Leter en mijn naam is Ben Kremers. Yo Marv. Yo, 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 yo. Hoe is het? Ja, lekker. Lekker, ja? Ja. Rechtstreeks uit de gym? Ja. Ja? Ja. Wat heb je gedaan? Armen, benen? Zo, rug, biceps. Oh, lekker, wat doen we zo? Nee. Voor onze visuele kijkers toch? Nee. Ik ben jaren geleden al gestopt met foto's maken en posten. Dus nee man, het is allemaal voor mezelf. Ben je niet trots op mij dat ik al 4 weken lid ben van de sportschool? Ik dacht naar vanochtend nog aan. Ja, ga je nog naar de gym? Ik ga 3 keer per week ga ik naar de gym. Netjes. Is het niet te zien aan mij dan? Dat kan jij beter weten. Ik zie het al in jezelf. Nee. Nee? Nee, want ik mijn eten nog niet heb aangepast ook. Ja, maar dat hoeft niet meteen. Nee, ja, het is een proces is het, zeg maar. Maar het is echt wel tof. Ik heb zo'n full body workout, zeg maar. Mm-hmm. En dat duurt dan een half uurtje. Mm-hmm. En dat is dus voor de snelle jelle. En af en toe heb ik haast, dan doe ik die sowieso. Mm-hmm. En als ik wat meer tijd heb, dan ga ik ook die andere dingen doen. Toch met die gewichten en gooien en met die touwen. Dat vind ik altijd wel tof zo. Ja. Dat doe ik dan een beetje. Ja, voeding is sowieso key, maar het is niet dat je geen progress gaat zien als je slecht eet. Dus... Nee, dat is waar, maar ik zou wel graag... iets gezonder willen eten. Ik denk dat dat geen kwaad kan bij mij. Ja, toch? Ja, wat eet je dan op een dag? Ik begin vaak met een volkoren boterham met kipfilet. En hoeveel boterhammen eet je op een dag? 1 of 2. En tussen de middag eet ik dan ei met kipfilet en een crackertje of een volkoren cracker en een appel en een banaan. Het gaat alleen fout 's avonds. Met het avondeten dan weet ik niet zo goed. Dan is het vaak niet gezond wat we eten. Bijvoorbeeld een lekkere quiche of zo, weet je. Of een goede pasta met lekker veel kaas erin. McDonald's. Nee, dat valt. Ja, alleen met de kids ga ik naar McDonald's af. Maar even terugspoelen, want waarom eet je zo weinig in de ochtend? Ik heb niet zo'n trek in de ochtend. Een boterhammetje is voldoende voor mij. Oké. Okay. Ja. Is dat gek? Ja. Ja. Want? Ik sta op en ik heb zin in eten. Ja, dat. Ja, en ook als je, en ook zo, als je goed sterk ontbijt... Dan zit je al behoorlijk op je calorieën en dan ga je dus... Ja, maar ik mag iets van 2200 calorieën op een dag. Waarom? Ja, dat mag ik. Dat is volgens die mensen die er verstand van hebben. Ja. Dat heb ik al wel uit laten rekenen. En bij de sportschool heb je allerlei metingen en dergelijke. 1,91. Hoeveel weeg je? Net geen 100 kilo. Net geen 100 kilo? Ja. Ik mag 1400, mag ik. Ja, bij de dames is sowieso 1400 mag je. Dat is zo weinig, man. Zo, oké. Okay. Ja. In rust. In de, okay. Met sport erbij meer. Oké. Okay. En je sport 3 keer in de week? Ja. Ja, ik ben geen voedingsexpert, maar ik bedoel alsof ik er verstand van heb. Nee, 2200 kilo. En je weegt bijna 100 kilo. Ik weeg 98 kilo. Ja, nou ja, ik weeg 1 kilo meer. Ja. Maar jij bent echt breed en ik ben gewoon... ik heb spaghettiarmen, zeg maar. Ik moet naar die brede moet ik toe, weet je. Dat ik ook vast komt te zitten tussen de deur in plaats van sukkel. Ja, ik ben voorstander van gewoon goed eten, man. Je niet uithongeren. En wel nee, maar dat doe ik. Ik heb ook geen honger. Nee, oké. Okay. Dat is belangrijk. Ja. Dat is belangrijk. En ik doe wel veel snoep, tomaatjes of wat dat soort dingetjes tussendoor eten. Dat vind ik ook wel lekker. Ja, ja, ja. Maar s'avonds, als ik dan op de bank plof of zo, dan vind ik chips wel heel lekker. Of popcorn of... Dat het niet zo lekker mijn yoghurtje gaat pakken of zo. Dat, ik ken het. Ja, ik kan ook van de zak chips gewoon weg. Als ik meer uitkijk. Nou, bij jou zie je het niet. Een klein beetje wel. Ik eet het niet. Als ik chips eet, als de zak open gaat, dan moet die op. Ja, ja. Dus dan laat maar. Maar jij bent nu tegenwoordig de uber fit girl geworden, toch? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik heb geen leven meer. Nee, ja. Ik zal je ook even introduceren, want we hebben je al gehoord. Vandaag hebben wij een bekendheid, een heuse bekendheid in onze studio zitten. Wij, de mensen om ons heen, die kennen haar van X on the Beach Double Dutch. Ze is een Brabantse die vroeger wel van een feestje hield, zeg maar. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ze was een hele jonge leerling op de basisschool. Toen kreeg ze het advies, kreeg zij VWO tweetalig. Nou, daarna ging het iets minder. Ze had niet echt een eigen zeggen, een VWO-instelling. Toen is ze naar de HAVO gegaan. Die heeft ze ook afgemaakt. Tussendoor kreeg ze ook nog de diagnose ADD. School vond ze eigenlijk best wel leuk. Maar meer om een beetje te klooien en een beetje onzin, een beetje gein te trappen en dergelijke.
Op 16-jarige leeftijd begon ze al een hbo-studie lerares Engels. Nou, ze vond zichzelf nog echt te jong daarvoor en dat was ook eigenlijk helemaal niet leuk. Toen is ze de communicatie ingegaan, heeft ze niet afgemaakt. Ze weet eigenlijk ook niet zo goed waarom, maar ze begon wel andere dingen interessanter te vinden. Nou, ik ben nieuwsgierig wat dat dan is. Nou, daarna ging ze werken, dus ging ze ook een hoop geld verdienen. Dus dat was natuurlijk ook wel lekker. Toen heeft ze een tijdje voor de Oostappengroep gewerkt van de bekende familie Gilles. Meegedaan natuurlijk aan X on the Beach. En ze heeft een lichamelijke transformatie eigenlijk doorgemaakt. Ze is echt nu dus fit girl geworden. En ze is laatst begonnen aan een opleiding personal trainer. Dus welkom Lynn Rijmakers. Dank je. Fijn. Tof dat je er bent. Ja, leuk hè. Kijk, ja, wat mag ik dat niet zeggen. Leuk dat je er komt. Ja, tof. Heel fijn dat je er bent. Ja, Lynn. Laten we beginnen met This or That. Dat vind ik altijd leuk om te spelen. Okay. Ik ga jou iets voorleggen en dan mag jij zeggen wat je daarvan vindt. Sporten of gamen? Sporten. Patat of friet? Friet. Frieten. Ja. Zeggen jullie patat, ja. Wij zeggen vaak, we gaan naar patatje halen. Zij zeggen patat. Ja. Jij zegt friet. Ik heb het aangeleerd door de Limburgse in mijn leven. Oh ja, dat is waar. Friet. Friet. Carnaval of een festival? Festival. Festival. Geen carnaval voor jou? Nee, echt niet. Dat kan niet. Geluk of liefde? Geluk. Xbox of PlayStation? Geen van beide. Geen game? Nee. Maar als ik zou moeten kiezen, dan PlayStation. PlayStation. Zaterdag of zondag? Zaterdag. X on the Beach of Temptation? X on the Beach. Nooit meer drinken of nooit meer seks? Nooit meer drinken. Nooit meer drinken. Drama, lust of liefde? Drama. Drama. Denk ben je een drama queen dan? Ja. Ja, ik zeg altijd van niet. Maar uiteindelijk dan toch wel. Dan heb ik toch weer drama. Dan vind ik dan toch leuker. Ja? Ja, als ik op een avond moet kiezen. Stel ik ben uit en ik moet kiezen of je gaat voor lust of je gaat voor liefde. Of we trappen nog een beetje drama. Dan trap ik toch liever een beetje drama. Ja? Ja. Ben je er zo in? Ja. Ben je ook een stoker of dat niet? Ja. Niet tussen relaties, maar wel stoken qua ruzies opstoken of mensen net een setje in de goede richting geven. Dus dan ben je ook gemeen? Nee. Dat niet? Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik ben gemeen tegen de mensen die gemeen... Ja, ik geef van mensen aan mij liever, zeg maar. Ja, hoe ze jou behandelen, behandel jij hun ook, zeg maar. Ja. Oké, okay, nice. Hey, maar tof dat je er bent. Ik heb jou volgens mij wel op een juiste wijze geïntroduceerd. VWO, laten we daar even beginnen. Ja, wat ging er mis? Verwacht, hè? Ja. Je bent zo hartstikke slimme meid. Ja, men zegt van wel. Ja. Nee, Je dat zelf niet dan? Door de jaren heen is mijn VWO instelling een beetje gezakt, denk ik. Of mijn kennis, maar goed. Nee. Nee, ik was begonnen inderdaad VWO. Ik zat op de basisschool, jonge leerling. Dus 11 jaar ging naar de middelbare. En toen, naar het VBO was wel twijfel eerst. Toen zei ze van, ja, omdat ik was op de basisschool heel druk. Mm-hmm. En toen zei ze, en ik moest vaak uit de klas en zo. En met andere leerlingen aan het afleiden. En zei ze, ja, dat past niet op VBO. Maar dus toen moest ik op gesprek komen bij de directeur, volgens mij, van die middelbare. Om te vertellen van, waarom wil jij dan toch naar tweetalig VBO? En toen had ik het verteld van, ja... Ik wil gewoon heel graag mijn onderwijs in het Engels hebben, want dan heb je gewoon nodig, Engels heb je vaak nodig. Dus het lijkt me gewoon leuk om een keer wat anders te doen, as usual. Want ik ging als enige uit mijn hele klas daar naartoe. En toen was ik daar begonnen. Eerste jaar ging wel, wiskunde was niet mijn ding. Nooit geweest, talen gingen heel goed. En toen tweede jaar weer. Toen ging het wel minder. Ik had een paar onvoldoendes. Ik deed ook niet zoveel aan huiswerk en zo. Dat boeide me allemaal niet zo. Ik had een ander meisje in mijn klas, Sanne. En wij mochten absoluut niet meer met elkaar omgaan, omdat wij de hele klas terroriseerden. Echt gewoon alleen maar. En hoe ziet dat eruit met terroriseren dan? Dingen gooien, schreeuwen, de klas gewoon afleiden, uit de lessen lopen. Gewoon echt terror. Gewoon echt scheid aan hebben. Ja, echt scheid hebben. En iedereen vond het heel grappig. En ook andere kinderen die durfden dan iets niet te doen.
En dan gingen ze mij opnaaien. Van, dat jij het wel ging doen. Doe dat, weet je. Of gooi een keer een gum tegen die leraar. Ha. En dan deed ik het weer, want ja, hun vonden het heel grappig. En dan natuurlijk was ik weer de schuldige. En toen op een gegeven moment waren we dus met z'n tweeën. En toen hadden we een vaste, hoe heet het ook alweer? Een opstelling, hoe je moet zitten. Oh ja, ja, een vaste opstelling. Bij klasindeling, zeg maar. Ja, ja, bij iedere les hetzelfde. Dus ik zat helemaal in de uiterste hoek links. En zij zat helemaal in de uiterste hoek rechts. En dan mocht absoluut niet geschonden worden. En natuurlijk, als we dan een invaller hadden, nou hebben wij natuurlijk weer naast elkaar gaan zitten. Daar ook weer terroriseren. Ja. Dus daar ging het echt om. De leeftijd denk ik dan dat je dat doet. Ja, en op een gegeven moment had ik ook zo'n schrift. Week girl. Daar moest ik ieder uur laten invullen door de leraar hoe ik mij had gedragen. Oh, zo'n blokrooster op je zeggen. Ja. Begeleidingstaat. En toen zeiden ze tegen mij van ja, want op een gegeven moment had ik het uitgevonden. Want ik moest dan elke dag door mijn ouders laten tekenen thuis. Ja. En door de strafcoördinator en door mijn mentor. En toen had ik het op een gegeven moment, want ik kreeg natuurlijk elke keer op mijn flikker. Want ja, een bepaalde uur had ik niet goed mijn best gedaan. Dus er stond daar weer negatief. Dus had ik het uitgevonden. Toen dacht ik, nou laat ik die uren waarin ik me echt niet gedraag, laat ik gewoon niet meer invullen. En toen zeiden ze tegen mij, nee, je moet ieder uur waar je niet meer laat invullen, moet je een uur voor na blijven. Dus onderhand zat ik aan het einde van het jaar met heel veel open uren om na te blijven die ik niet meer kon afronden. Dus en toen met al dat gekloot en zo, toen toch maar besloten om naar HAVO te gaan. Ja, maar is het dan, je cijfers waren ook slecht dan? Het ging, het was een twijfelgeval. Ik kon nog wel naar derde VWO. Twijfel, zeg maar. Ik had volgens mij 5-5-4 of zo, zoiets, of 2-5 of 3-5. Dus dan word je een bespreekgeval. En toen hadden ze gezegd, of je blijft zitten en je gaat nog... Want de andere meisje was van school gestuurd inmiddels. Dus dat was bij mij een twijfel. Dus het was voor mij, of je blijft zitten en je doet nog een keer 2 VWO. Dan was ik ook uit die klas, denk ik, meer dan ze dat daarom hebben gedaan. Of je gaat naar 3 HAVO. En toen dacht ik, ja, dan zit ik eigenlijk 7 jaar hier op school. Ja. Ik ga wel mooi naar 3 HAVO. Ja, en dat heb je gelukkig gehaald, de 3 HAVO. Ja, makkelijk. Daar heb ik eigenlijk niks voor hoeven doen. Nee. Dus ze zitten er wel in bij je. Eigenlijk wel. Maar het komt er nooit zo uit. Ik had ook een leraar, ik moest ook elke dag op school, ik deed nooit mijn huiswerk zelf. Toen was ik elke dag op school bij een leraar die ik heel aardig vond, ging mijn huiswerk maken. Want anders deed ik het niet. Ja, en heb je dat ook met ADD te maken dan? Ja, ik denk het wel. Denk het wel. Ik moest er vroeger niks van weten. Toen zeiden ze tegen mij van, ja, ik was natuurlijk heel druk en toen moest ik zo op gesprek bij zo'n zorgteam en zo. En toen zeiden ze tegen mij van, ja, wij denken dat jij ADD hebt, dus dan moet je eigen op laten testen. Dat was volgens mij de tweede van VWO. Toen zei ik, ja, dikke lul, dat ga ik niet doen. Zei ze, waarom zou ik dat doen? Ik zeg, ik ben gewoon wie ik ben, ik ga mijn eigen dan niet op laten testen. Ja, wel, en dan kunnen de leraren ook meer begrip voor jou tonen en dit en dat. Dus ik zeg, ja, oké, ik doe het. Want er werd zo aan mijn hoofd gezet en ik dacht, dan ben ik er vanaf. Dus ik zeg, ja, oké, ik doe het, maar dan wel. Dan gaat er verder niks voor mij veranderen. Dus geen aparte dingen of geen extra tijd bij toetsen. Niks wil ik dan veranderd hebben. Ja, dat is goed. Nou, ik die testen gedaan. Bij die tweede test was ik al helemaal... Oh ja, en toen zei ik ook van, en dan mag ik stoppen. Als ik wil stoppen, dan stop ik. Bij die tweede test... Je hebt gewoon een eisenpakket gewoon neergelegd. Ja, tuurlijk. Hun zaten mij echt te dwingen van, jij moet het doen. Ja. Hoe dan? Ja, ik wil dat gewoon niet. Ik wil dat echt niet. En toen zeiden ze van... Nou, bij de tweede test, ik zeg, ik ben er klaar mee. Moest ik met poppen gaan spelen? Kom op, ik was 14 of 13 of zo. Moet je met poppen gaan spelen om te testen of je ADD? Dan denk ik, ja, tuurlijk schreef ze nooit op. Want ja, ik zit daar gewoon als een mogol zo van, ja, wat ben ik hier aan het doen? En toen... Je zat die hoofden van die pop af te trekken. Ja, bijna wel. Ik zat echt zo te kijken van, ja, kom op zeg, hoe oud ben ik nog inmiddels? Ik zit op de middelbare, niet op de basisschool. En toen was dat eruit gekomen. En toen... kreeg ik dus wel iemand bij mij thuis ook en ook nog extra begeleiding op school en dit en dat. En dan moest ik begeleidende brief naar school toe en ik kreeg extra tijd bij mijn toets. Dus toen zat ik zeg maar, zei ik altijd, in een Mongolen klasje. Dus daar ben ik aan. Een gangster. Ja, maar dan zei ik van mezelf, maar dan wisten we ook dat ik dat zei. En toen heb ik ook gezegd van, ik hoef geen extra tijd. Ook bij mijn eindexamen, ja, je mag extra tijd, je mag in de linker rij. Ik zeg, nee, dat hoef ik niet. Ik zeg, ga gewoon in een normale rij. Ik heb dat niet nodig. Nee.
Je moet er niet opvallen, zeg maar. Nee, en dan zei ze ook van, ja, je moet medicatie. En toen heb ik ook gezegd, absoluut niet. Dat ga ik gewoon niet doen. En hoe is dat nu met je ADD? Heb je nog steeds last van? Want ja. Zit natuurlijk ook in concentraties natuurlijk een dingetje. Ja, maar toen had ik het ook tegen niemand gezegd. Ik schaamde mij daarvoor of zo. En toen, Nu boeit me dat niet meer. Dan denk ik, ja, weet je, je bent de zoveelste. Dat is bijna speciaal als je niks meer hebt. En toen dacht ik, dus nu merk ik het wel eens, weet je, als ik dan nu voor mijn huidige opleiding moet leren, dan denk ik wel, ja, oké. Ja. Nou ja, maar je hebt wel de HAVO afgemaakt en toen dacht je van, nou, weet je wat ik ga doen? Laat ik Engels, docent Engels gaan doen. Ja. En je was toen 16 jaar, dat is natuurlijk heel jong. Ja. Maar dat weet je hem ook niet. Nee, maar eigenlijk, ik wist niet echt zo goed wat ik moest gaan doen. Ik was heel goed in Engels natuurlijk, die HAVO was gewoon Nederlandstalig. Ja. Dus geen tweetalig meer, dus dan blink je sowieso uit in Engels. Dus onderhand stond ik daar een 10 op de HAVO voor Engels. Dus dacht ik, oké, dit is het enige wat ik kan. En toen zei ook nog een keer een leraar, dus ik ben altijd bijgebleven, de slechtste leerlingen worden de beste leraren. Ja. Toen dacht ik, nou, daar is mijn roep. Kijk maar naar Morf. Ja, ik wou zeggen, we zitten met jullie. Waren jullie wel lieve, aardige leerlingen? Het is te lang geleden voor mij, ik weet het echt niet. Ja. Morgen was denk ik wel een boefje. Ik was echt heel netjes. Ik was echt gewoon heel chill. Ik ben ook zelden verwijderd of zo. Ik maakte altijd wel grapjes. Maar ik had gewoon met mijn vriendjes had ik het gewoon leuk, weet je, onderling. Maar als ze zeiden van, hé, kun je me eens even normaal doen? Dan zei ik, oké. En dan deed ik dat gewoon. Mm-hmm. Dan ging ik niet door, zeg maar. Dus ik was wel redelijk... Nee, ik ging wel door, ja. Ja. Zo ziet er ook uit. Ik was gewoon koppig en ik... Ja, maar eerlijk, dan weet je wel, nu als je dan les geeft, dan weet je zo de trucjes en zo. Ja. En ik zie die kinderen al van ver af komen. Van ja, jij bent er zo in, ik ken deze dingen. Dus je mag bij mij normaal doen, hè. Ja. Dat heb ik wel. Bij mij kwam dat wel later, hoor. Op het VMBO was ik gewoon echt heel chill, zeg maar. En toen ik op het MBO ging en later ook het HBO, toen was wel iets anders. Toen was ik wel stiekem gemener en spieken en al dat soort dingen. Ik heb er wel één keer echt... Maar nooit een gum gegooid tegen een docent of zo. Nee, dat hoop ik niet, maar ik heb wel iets, echt één keer kwam er wel en heb ik echt iets naars gedaan op de middelbare school. Dan de directeur gaf ons wiskunde en besef dus mijn dosis scheid. Ik had scheid. Ik zat met 4, 5 jongens zat ik in de klas en ik was ook super slecht in wiskunde. Je weet hoe dat gaat met pubers. Als je ergens niet goed in bent, heb je ook geen interesse erin, toch? Ja. True. Dus op een gegeven moment kreeg ik woorden met hem, ik weet niet meer wat er was. En hij wilde mij eruit sturen of hij wilde zijn stem verven. Bij de hand te leten kwam daar. Ik was echt boos op hem op een gegeven moment, want hij wilde zijn stem verven. Dus ik vroeg hem, dus je gaat echt je stem verheffen nu, dat ga je nu doen. Jij gaat je stem naar mij verheffen. Ja, maar! Ik zei, je blijft je stem naar mij verheffen. Dat is waar jij nu voor kiest, 16 jaar, 16 jaar. Ja. Daar kies je voor. Je mag er nu uit. Ik zei, weet je wat? Ik ga er zelf uit. Pleur op met jou, man. Ik ga nu naar huis. Ik haal mijn vader in. Mijn vader komt je hier slopen. Wat denk je wel niet? Deur dichtgegooid naar mijn vader gegaan. Een heel ander verhaal opgehangen. Ben ik samen met mijn vader naar school gekomen. Ja, want toen stond ik eindelijk wel voor paal natuurlijk. Ja, want de waarheid kwam naar boven. Maar ik was naar, man. Ja? Ik was wel heel lief, maar als ik niet mijn zin kreeg, ja, weet je. Dan kwam de duivel. Ja, dan kwam de gemene jongen naar boven. Dus ik heb ook bij Luc gezeten, toch? Ja. Ik ben een keer bijna van school gestuurd wegens een vechtpartij. Ja. Nou ja, kijk me nu. Ja. Ben niks veranderd. Nee. Nu ben ik degene die meteen... Nu ben ik samen met jou die met waarden en normen loopt te smijten. Echt, en wat we verwachten van onze leerling. Dus wat erin zei, ik denk wel dat het mee te maken heeft hoe als je een boef bent en je hebt interesse in onderwijs, als je echt gewoon een goede docent kan worden. Ja, Lynn had gewoon een leerling van ons kunnen zijn, hè? Maar je bent 23. Ja, 23. Ja. Dat is steeds super jong. Super, maar dat even te of zeggen. Of een collega als ik mijn opleiding had. Ja, dat ook nog, ja. Dat had wat opgewezen. Ja, 16 jaar, ja, cool, dan kon je collega's zijn. Engels is niet mijn ding, ik weet niet hoe het bij jou is, maar... Engels is wel mijn ding, ja. Ja? Ja. Maar Engels is very good. Very good, very ja. Very good, very nice. Stone cold in English. Nee, ik moest toevallig, ik had patas besteld in Duitsland. En die wilde ik terugsturen, dus toen moest ik bellen even naar Duitsland, want het ging niet helemaal goed. En toen moest ik Engels praten en dat ging best goed. Dus ik kan het wel, maar alleen op schrift en dergelijke. En vroeger was het ook niet mijn ding. Ik had sowieso nergens zin in vroeger. Mm. Ik deed kan je niet of ben je onzeker erover? Nee. Ik kan me haast niet voorstellen dat we in Nederland geen Engels kunnen. Ik kan gewoon prima praten. Ja. Maar het schrijven en het interesseert me ook helemaal niet. Dat is het ook. Ik kan me ook niet herinneren dat ik vroeger bijvoorbeeld huiswerk maakte of iets dergelijks. Of leerde voor mijn toetsen. Dat kan me allemaal niet meer herinneren. Ik had het laatst met mijn ouders erover. Ik deed het ook bijna niet. Ook op het HBO ook gewoon bijna niet.
Nee, ik ging wel, ik blokte wel. Ik blokte wel op de juiste momenten. Oh, dus jij kon het eigenlijk gewoon zo uit de mouw schudden? Eigenlijk. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben niet bijster intelligent of slim of zo, maar het interesseerde me ook gewoon niet. Toen voetbalde ik nog best wel op een hoog niveau, dus toen dacht ik van, nou ja, ik wil profvoetballer worden, maar ja, niet geworden helaas. Maar, nou ja, ik weet het niet, joh. Nee, ik was wel een zesde student, dus ik blokte wel wat. Ik ging wel blokken, maar ik blokte niet verder dan wat nodig was. Nee, ja, maar ik heb later moeten blokken, omdat ik natuurlijk heel lang niet wist wat ik wilde met mijn leven. En dan kwam ik pas rond de 20 kwam ik er pas uit van, oh ja, wacht, ik ga iets met docenten doen of iets dergelijks. Ja. Dus dat was echt vrij laat. Toen moest ik ook nog een hbo gaan doen en dergelijke. Mm-hmm. Maar ja, dat allemaal even terzijde. Want Lin, je bent nu... bijna gediplomeerd, of je bijna gediplomeerd personal trainer, toch? Ja. Je hebt de praktijk heb je gehaald? Ja, gisteren gehaald. Juist. Gelukkig. Gefeliciteerd. Dankjewel. En alleen nu nog de theorie moet je afronden. En dat moet boven een 7. Ja. Dat vind ik echt gek. Nee, hè? Ja, waarom moet dat boven een 7? Belachelijk, ja, geen idee. Nou, misschien een goede vraag om een keer te stellen. Ja, belachelijk. Mijn klas, ik heb al 2 keer gemaakt de theorie. En we zijn de hele klas, echt geen grapje, al 2 keer gezakt. Ja. Dat kan bijna niet meer aan ons liggen, hoor. Nee, dat zou je denken dan. En dan heb ik een 6.4, ik was nog best trots. Ik denk, nou, hè. Je theorie moet je hoger dan een 7 hebben. Ja. Nou, heftig. En ze geven ook gewoon toe, ik zal de opleidingsinstantie niet noemen, ze geven ook gewoon toe van, de examens kloppen niet, want de vertalingen van de zinnen kloppen niet helemaal. Ja. Dus ik lees ook ooit een vraag en denk, ja, waar staat die nou eigenlijk? Ja. En dan, het is een Amerikaans examen eigenlijk, dus ik krijg ook een vraag, of Amerikaans of Australisch, geen idee, kreeg ik een vraag, wat is de bond van de voedsel en waar, in Amerika, wie controleert de voedselindustrie, zeg maar, ja, waarom moet ik dat weten als personal trainer in Nederland? Ja, daar kan ik je geen antwoord op geven. Ja, ik weet het niet. Dus daar moet je even blokken en dan kan je officieel zeggen, ik ben personal trainer. Ja, dat kan ik al zeggen. Het is een beschermd beroep, maar dan kan ik... Ik ben gecertificeerd. Kijk, precies. Want je doet het nu al, hè, personal training en dergelijke. Ja, klopt. Waarom ben je daar ooit mee begonnen? Nou, ik ben 11 ooit best wel zwaar geweest. 100 kilo heb ik ooit gewogen. Toen ben ik afgevallen. En toen dacht ik altijd al van, oh ja, dat is wel echt leuk. Ik kon wel echt mijn draai erin vinden. En ook wel overbrengen, zeg maar, mijn enthousiasme, motivatie en dergelijke overbrengen aan anderen. En inspireren, want ik kreeg ook echt toen dat tijd heel veel berichten van, oh, heb je dat gedaan, en dit en dat. Nu ben ik weer wel afgevallen. Dus dan krijg je weer, oh, heb je dat gedaan, dat is echt mooi en snel en gezond en dit en dat. Toen dacht ik, ja, ik vind dat best wel leuk. En ik ging schema's verkopen op Insta en ook sportschema's en voedingsschema's. En daarna toen dacht ik, ja, weet je, eigenlijk kan ik hier wel iets gewoon mee doen, want ik zei het altijd wel. Ja, mijn vriendinnen zei ook allemaal van, ja, dat is echt goed, dat kan je echt goed, want ik hielp hen ook wel eens en dan gingen we ooit samen sporten en dan liepen altijd een beetje kantjes er vanaf en ik moest al door en dan zei ik, nee joh, kom een beetje. Ja, yeah, let's go. En dan, ja, dat kan je eigenlijk wel. Toen heb ik ooit gezegd, als ik 1 pull-up kan, dan mag ik personal trainer worden en ik kan nog steeds geen pull-up. Dat duurde een beetje te lang. Nee, dus het is wel tof, toch? Dat je dat dat je nu wel iets hebt gevonden wat je echt leuk vindt en waar je in verder wil, zeg maar. Ja, want het voelt gewoon echt helemaal niet als werk voor mij. Het is gewoon, ik vind het echt heel leuk. Nee, want je werkt dus als personal trainer en je werkt ook bij de Oostappengroep, doe je op oproepbasis. Ja, daar kom ik af en toe een keer binnenwaaien als ik me zit. Op de administratie. Hoeveel ben je dan afgevallen? Als ik in totaal 40 kilo. Zo. Wow, netjes. Dat is bijna een heel mens. Ja, heel netjes. En je voelt je er goed bij, denk ik. Ja, heel goed. Echt heel fijn. Want wat je ook op jouw TikTok ook wel eens voorbij ziet komen, is dat je ook je transformatie deelt. Ja. Dat je foto's ziet van hoe je er vroeger uitzag en hoe je er nu uitziet, zeg maar. Ja, klopt. En waarom doe je dat? Ja, dat vind ik wel een eerlijk beeld. Kijk, mensen die als die mij nu zien, dan zeggen ze ook altijd van, hè? Als ik dan zeg van, oh ja, maar vroeger, ik weet wat je ervoor moet doen, snap je? Want ooit moet ik aan mensen, die denken allemaal van, ja, zij heeft makkelijk praten met sporten, want ja, zij is toch al slank. Ja, nee, helemaal niet. Want als ik nou één keer iets eet, dan gaat het bij mij ook weer mis, zeg maar. Of dan, ja, voor mijn gevoel. En dan denk ik, ja, ik weet wat je ervoor moet laten, ik weet wat je ervoor moet doen. Ja. Ik heb best wel een doelgroep, zeg maar, van vrouwen tussen, die allemaal werken, dus die ook kinderen hebben vaak. Dus die hebben ook vaak niet echt tijd om te sporten. Ja. Dus die kunnen niet echt heel veel trainen. Kijk, ik kan de hele dag door trainen als ik wil. En hun niet. Dus dan,
ja, moeten ze het echt van hun voeding hebben. En dan is het allemaal van, ja, maar ik heb dit en dit en lukt me niet. En dan denk ik, ja, oké, weet je. Ik heb dan weliswaar niet dezelfde levensstijl als hun. Maar goed, ik heb er ook heel veel voor moeten laten en anders moeten doen en mijn levensstijl aanpassen. Hetzelfde als... En de standaard argumenten die je hoort, toch? Ja. Ja, ja, standaard. Lijkt dat ik mezelf hoor praten. Ja, zei het ook toch tegen jou. Ja, klopt. Van, klopt. Ja, maar het is wel zo. Kijk, eerlijk is eerlijk, het kost ook wel tijd. Goed, een dag geeft 24 uur, je kan makkelijk een uur sporten. Dat is gewoon zo. Maar of het is nou net, is het je prioriteit, ja of nee? Ja, precies. Ja. Ja. Wel tof. En waar geef je die trainingen en dergelijke? In Eindhoven. In Eindhoven. Je mag even reclame maken of niet? Nee. Je mag even benoemen. Ik werk bij Dazzle Personal Training. Kijk. En als mensen jou met jou willen trainen, hoe kunnen ze jou bereiken? Via Instagram. Ja. Wat is jouw Instagram? Lynn Rijmakers. Ze komen je 1-op-1 trainen. Nou, dat is wel tof. Ik denk mede ook door jouw bekendheid dat mensen dat best wel zouden willen doen bij jou, denk ik. Ja en nee. In het begin is het tegen me gaan staan hoor. Toen dacht ik, ja, want ik geef dan small group training. Af en toe ook 1-op-1. Maar ik geef dan small group training. En toen kwam ik daar binnen. En natuurlijk, de doelgroep is wat ouder. Zeg 40, 50. En die dacht allemaal, what the fuck. Wie krijgen we nou weer voor rond? Ja. De kinderen kennen we natuurlijk en we hebben ook een enkele jongere persoon. Dus ja, dan ging het vuurtje ging snel rond. Want Lynn van X on the Beach staat daar, ja. Die krijgen wij nou training van en dat is toch niet normaal. En, maar ze zijn er allemaal op teruggekomen. Dus echt wel, ze hebben echt in mijn gezicht gezegd van ja, we hadden in het begin wel even zoiets van ja, wat moeten we hiermee, maar nou zijn we tevreden. Zeg een vooroordeel hebben mensen over je. Ja. En waarom zo'n vooroordeel dan? Waar was die zo'n vooroordeel op gebaseerd, behalve X on the Beach, als je geen trainingen kon geven of zo? Ja, dat ik waarschijnlijk te los was of misschien niet kwam opdagen in de ochtend. Weet je, zo'n dingen. Maar het is ook zo, als ik jou nu leer kennen, ook voor de uitzending met elkaar gepraat, dan is het beeld wat je op tv ziet, dat ben je eigenlijk helemaal niet. Als ik jou nu leer kennen, nu met je praat. Nee. Toch? Dus mensen hebben natuurlijk van dat alleen het beeld van tv als vooroordeel. En als je dan jou beter leert kennen, dan zit er... Kijk, weet je, het is wel, ik ben wel wat veranderd. Ik zeg niet dat ik helemaal niet zo ben, hè, want ik kan zo, hoe ik op tv ben, kan ik echt makkelijk zijn met een drankje op of zo. Of als ik in een bepaalde situatie kan ik best wel felle gemene persoonlijkheid hebben. Mm-hmm. En ook door het afgelopen jaar heen heb ik ook wel heel veel aan mezelf gewerkt. Ja. Wat dat betreft is dan... Ja. Hoe oud was je toen je in Ex on the Beach zat? 22, is nog maar een jaar geleden. Ah, ik denk je bent... Nee, maar juist daardoor, kijk, je maakt superveel mee. Ja, ja, ja. Je komt keiveel op je af, je krijgt met heel veel mensen te maken, ook qua vertrouwen en zo, met mensen omgaan. Ja, ja. Verandert toch dingen. Ja, en, ja, sowieso. Ja. En een jaar is te lang, hè. Ja, maar ik dacht, je bent in de afgelopen 3 jaar bij aan jezelf gewerkt of zo. Nee. Nee. Nou, maar je bent zo jong, joh. Je kan nog zoveel eruit halen, dus... Maar als we verder gaan over X on the Beach, dan moeten jullie even blijven luisteren. Want dat gaan we dadelijk in het volgende aflevering gaan we dat met elkaar bespreken. Want deze aflevering zit er alweer op. We zijn alweer bijna een half uur aan het praten. Dat snel. Dat gaat heel snel. Ja. Ik vind het super interessant. Ik heb er heel veel vragen, vooral met het stukje X on the Beach. Dus blijf vooral luisteren, dames en heren, jongens en meisjes. Daar gaan we wat vragen stellen, wat kritische vragen misschien wel stellen. Oké. Ik ben bijvoorbeeld nieuwsgierig hoe dat gaat, hoe iemand uit de zee komt. Weet je, hoe zit dat in elkaar? Of die 20 opnames was ja. Of die tablet, hoe dat in elkaar zit. Maar dan gaan we allemaal in de volgende aflevering gaan we dat horen. Wij sluiten iedere podcast af met het laatste woord. Dan sluit ik de microfoon van Marv. Dan sluit ik mijn microfoon. Dan laat ik de tune al een beetje op de achtergrond horen. En dan mag jij de aflevering afsluiten. Heb je al enig idee wat je wil gaan zeggen? Nee, echt niet. Stay in school, don't do drugs. Ja, nou, dat mag even. Oké, dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren. Marv, jij sowieso bedankt. Ik ga de tune al langzaam aanzetten. En Lynn, voor jou is het laatste woord. Oké, kids, stay in school, don't do drugs, don't do alcohol. I'm psyched.